Jongeren uit 8 dorpen van het district Marowijne hebben vandaag een petitie ingediend bij de voorzitter van de Nationale Assemblée. De groep is door de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden, FITS, uitgenodigd voor een educatieve tocht. En de kinderen hebben na een bezoek aan enkele door klimaatverandering getroffen gebieden een schrijven gericht aan de volksvertegenwoordiging om de gemeenschap in het gebied bij te staan in het tegengaan van klimaatsverandering. Geachte voorzitter, wij jongeren van district Marowijne merken de volgende zaken op in onze woongebieden. Heel veel erosie aan de kust van de dorpen Pierre Condré Tapuku, Eroate, Bigistong en Galibi. Verlies van ons land door erosie is een hele grote bedreiging voor het voortbestaan van onze dorpen. Wij merken dat het water meer stijgt dan normaal. Het regen ook veel meer dan normaal. Dit is een van de manieren waardoor wij de gevolgen van klimaatverandering duidelijk zien. Vindt ook meer landverlies plaats. Bij de grote droge tijd wordt het weer ook heter. Planten verdragen die hitte niet. Rosville Biswane zegt dat de jongeren versteld stonden van de aangerichte schade die te wijten is aan klimaatverandering. Ze werden begeleid door deskundigen van de FITS en hydroloog Siunat Naipaal. Assembleevoorzitter Marinus B. zegt dat hij het een gedurfde stap vindt van de jongeren om aandacht te vragen voor de problemen in hun woongebied. Jongeren van Marowijne, laat me aangeven dat we heel veel petities hier ontvangen, maar dat jongeren het besluit hebben genomen om op te komen voor hun belangen. Ja, want het is ons allemaal bekend, climate change en de gevolgen daarvan, maar dat jongeren het initiatief hebben genomen om hier een petitie in te dienen, vinden we geweldig. Het heeft zeker ons geraakt. En we zullen zeker aandacht daarvoor geven. Daarom vanaf het moment dat de vertegenwoordiger van FITS me gebeld heeft om te vragen als het mogelijk is, zelfs de tijd konden we niet vaststellen, heb ik gezegd, ik ben beschikbaar. Omdat uiteindelijk jullie verder moeten leven, kunnen leven in Suriname. En zoals je zegt, besluiten moeten niet genomen worden in Paramaribo. Ja, alleen, samen met jullie. Want die deskundigheid, weten we, zit daar in die dorpen en we moeten maximaal gebruik van maken. B zegt dat er naar een oplossing gezocht zal worden voor dit probleem. Er zal ook contact gemaakt worden met het traditioneel gezag. B geeft aan dat hij de zaak niet zo kan laten, omdat hij ook van het district afkomstig is. De jongeren van Marowijne keren vandaag terug naar huis na een 2-daagse tour.